Ik ben Hilde Moens. Ik ben iemand die achter in de 50 is. Een heel levendig persoon. Heel sportief persoon geweest. Ik heb nu vernomen een maand geleden, een maand en een half geleden, dat ik kanker had. Dat was een grote schok. De schok wordt een beetje verzacht door de stichting MIMI, omdat er allerlei activiteiten door hen georganiseerd worden om het ons aangenamer te maken. En ik wens hun toe dat ze zich echt kunnen verspreiden in andere ziekenhuizen en dat heel veel mensen die kanker hebben en die zware ziekte hebben, kunnen in contact geraken met de stichting MIMI om zo iets aangenaams te hebben bij het onaangename dat we moeten beleven.